Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsay, transformatiecoach, auteur, healer, tweelingvlam, indigo, sterrenzaad en een heleboel andere dingen, waaronder ook moeder. En, maar bovenal, en dat is hetgeen wat ik ook mijn kinderen en mijn klanten altijd leer, dat is het enige wat ik hier echt te doen heb, is leren hoe dat het betekent of wat het zo zijn wanneer je elke dag beter bent en beter wordt in het zijn van jezelf. Want doorheen ons leven, doorheen de opleidingen die we gevolgd hebben, doorheen de cursussen die je volgt, de coachings, de trajecten, gewoon waar je opgevoed bent, met wie je omgaat, heb je zodanig beeld gecreëerd van wie dat je denkt dat je bent. Over laatst schreef ik er ook ik denk in een e-book of weet niet meer waar dat ik het ergens geschreven had, dat ik het opnieuw las, waarin dat ik eigenlijk aan het vertellen was van, als kind hoorde ik mijn ouders uitleggen aan anderen van, ze is verlegen. En hoe vaker je dat hoort natuurlijk, hoe meer dat je dat zelf gaat gaan geloven dat het inderdaad wel waar is, want die volwassenen zullen het dat tenslotte toch weten, die lopen hier al langer rond op die planeet en die hebben al meer ervaring, die hebben al meer dingen meegemaakt, dus die zullen het zeker wel weten wat dat jij dan eigenlijk bent of wat dat de reden is waarom dat jij op een bepaalde manier reageert of wat dan ook. En dat is hetgeen dat we eigenlijk het onszelf veel moeilijker maken, omdat we alles wat we horen over onszelf, wat anderen zeggen over onszelf, we gaan dat aannemen als de enige waarheid. Terwijl dat er nog zoveel dingen zijn dat ze niet zien. Dat zij niet weten. En daarom raad ik aan iedereen die met mij samenwerkt om ook hun astrologische kaartjes te bekijken. Want bijvoorbeeld het zonneteken dat je hebt, zegt natuurlijk veel over wie dat je bent. Maar ga ook eens kijken naar je ascendant. Bijvoorbeeld wat je ascendant vertelt je, hoe dat je je toont, hoe dat je overkomt, hoe dat anderen jou eigenlijk zien. En dat kan volledig helemaal anders zijn dan wat jij eigenlijk ervaart of hoe dat je eigenlijk echt werkelijk bent. Iemand anders kan bijvoorbeeld op verschillende andere planeten heel vaak vuurtekens hebben, maar zijn zonneteken, dus van horoscoop, bijvoorbeeld de aarde zijn. Waardoor dat die vuur en dat passie veel meer naar boven gekomen en veel duidelijker zijn dan bijvoorbeeld het aarde-element. Dus dat helpt om het beeld dat je hebt over jezelf, om dat eigenlijk wat te normaliseren. En zelfs normaliseren is zelfs niet het goede woord, maar je begrijpt wat ik wil zeggen. Om het aan te passen naar jouw realiteit, naar jouw waarheid. En daar gaat het over. En dat is ook hetgeen wat wij doen, of wat ik doe als transformatiecoach. Dan gaan we elk beetje negativiteit, laagtrillende energie, die zich als een schaduw in jouw zijn, in jouw leven... ik kreeg voortdurend herinneringen hier... die zich als schaduwen en herinneringen, eigenlijk oude herinneringen, in jouw leven opploppen, om die te gaan transmuteren. Want hetgene wat je dan eigenlijk doet, is gewoon licht schijnen op iets wat onbewust was, op iets wat in de schaduw zat. En wanneer dat je iets het lichter gaat opwerken, dan ga je zien dat die misschien toch niet zo beangstigend zijn, of zo niet monsterwekkend als we dat we het vaak maken. Want vaak is het zo dat we het verhaal veel erger maken en veel onszelf eigenlijk beperken en afstraffen doordat we denken dat die ene schaduw waar dat we bang van zijn, waarvan dat we eigenlijk alles doen om het maar niet ervoor te zorgen dat niemand het ziet of dat niemand het opmerkt of dat je die kwetsbaarheid maar niet toont, maak je eigenlijk jouw eigen verhaal veel erger. En dat zijn ook dingen dat ik ook leer aan mensen die met mij samenwerken. Van je hebt de keuze. Je hebt de keuze om je realiteit vorm te geven. Dus je hebt ook de keuze dat wanneer je bijvoorbeeld inderdaad over iets deelt met je geliefde of met een vriend of een vriendin, dat die daar op een hele positieve manier mee gaat gaan omgaan. Een heel ander voorbeeld hoe dat manifestatie werkt en waarom dat die werken aan je schaduwen en dus het tot inzicht brengen en bewust worden eigenlijk het enige is wat je moet doen. Gisteren, dus nu op dat moment is mijn dochter opnieuw aan het paardrijden
En de laatste keren, ik had dat verteld ook in een andere video, hè, waren er altijd wat struggelingen. En ik had echt gisteren het gevoel van, ik moet gewoon vragen dat we een ander paard kregen vandaag om mee te rijden. Vooral om haar zelfvertrouwen weer een boost te geven. En zelf had ik eerlijk gezegd ook niet veel zin in gedoe en het spiegelen en heel dat verhaal. Ik had wel nood aan rust. En dus komen we vandaag hier toe en blijkt dat we eigenlijk het paard niet meer moeten opzadelen omdat hij al bezig was met een les. En net door dat in overgave te gaan, die intentie te zetten en te vragen van kijk, dat is hetgeen dat ik eigenlijk liefste zou willen, dit of iets beters, dan laat je het universum zijn werk doen. En dan zie je dat inderdaad de oplossing het beste dat voor jou is en voor iedereen betrokken die gaat verschijnen, die op je pad gaat komen. Dus daarom, als jij allerlei affirmaties al doet, of rituelen doet, of wat dan ook, weet dan dat zolang dat je niet het diepe innerlijke werk doet, dus die diepe transformatie doet, dat je altijd hetzelfde resultaat gaat blijven aantrekken. En dat is hetgeen wat ik gisteren ook met mijn tweelingvlam over had. Het verschil tussen manifesteren vanuit puur vrouwelijke energie en het manifesteren vanuit puur mannelijke energie. En dan het punt waarin dat je leert om die beiden te gaan gebruiken. Dus wanneer dat je in harmonie gaat gaan samenwerken. En je weet, als je de andere video's bekeken hebt, is dat ook een thema dat we volgend jaar mee aan de slag gaan. Waarin dat we meer en meer gaan leren om met beide energieën in balans en in harmonie en vanuit respect en gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. Zowel in jezelf als in relaties. En dat is hetgeen wat ik ook merk in mijn tweelingvlamconnectie. Dat mijn tweelingvlam, die in de kern veel meer mannelijke energie in zich draagt en ik veel meer de vrouwelijke energie. Dus veel gemakkelijker voor mij is het om in die flow te gaan en in die intuïtie en afstemmen en ontvangen. Terwijl dat voor hem veel gemakkelijker is om structuur te bieden, oplossingen aan te bieden, actie te ondernemen. Maar wanneer dat ik bijvoorbeeld veel te veel in mijn vrouwelijke energie zit, dan krijg ik niks gedaan. Dan blijf ik maar procrastination, hè? Zoals dat ze zeggen. Dan blijf ik gewoon maar alles uitstellen en vooruitduwen en mij afleiden met andere dingen. Wanneer hij bijvoorbeeld veel te veel vanuit zijn pure mannelijke energie gaan werken, dan creëert hij het tegenovergestelde effect bij zijn klanten. Dan duwt hij ze weg. Dan zorgt hij eigenlijk, creëert hij vanuit die mannelijke energie, creëert hij voor weerstand bij zijn klanten. En dat is net het mooie om dat te zien gebeuren, omdat we dan eigenlijk elkaar kunnen kruisbestuiven. In die zin, dat wanneer je dat ziet gebeuren, dan kun je eigenlijk het stuk van actie ondernemen. Wanneer je veel te vaak in je vrouwelijke energie blijft hangen, dan kun je vanuit de intuïties en de ideeën die je aankrijgt, dat je doorkrijgt, kan je dan actie gaan ondernemen. Maar dat is niet gewoon puur enkel aan die actie vanuit die vervormde mannelijke energie van ik moet hier doen, ik moet veel werken. Hè? Want heel veel werken is eigenlijk ook een soort van afleiding. En dat daarom is die balans nodig tussen rust en tussen actie, tussen beweging en stilte. Hè? Kijk maar naar de natuur. Er is altijd die twee stukken in die dualiteiten die nodig zijn. En dus wanneer je elkaar kan kruisbestuiven, dus zowel die vrouwelijke en mannelijke energie en balans kan gaan gebruiken, dan ga je zien dat de ideeën tot jou komen en dat actie als natuurlijk, als vanzelf ontstaat. Dat je niet moet gaan zitten brainstormen, maar dat je gewoon in de momenten van stilte, dat is de vrouwelijke energie, ideeën ontvangt, inzichten ontvangt. Dat is de manier waarop dat ik transmissies ontvang. Dat is de manier waarop dat ik visualisaties ontvang. Dat is de manier waarop ik eigenlijk mijn volledige cursussen en alle content ontvang. Door in stilte te gaan en door het te laten ontstaan en door ook te weten wanneer dat ik afgestemd ben op die flow, dat die dingen zullen ontstaan in de tijd dat nodig is voor degene waarvoor ik het maak, voor jullie. Waarom spreek ik nu vandaag hierover? Geen idee. Omdat ik daartoe geleid word. Omdat dat het idee is die in mij opkomt, omdat de woorden zijn die mij gegeven worden. Wellicht omdat er één of meer, dus ook al is maar één iemand, daar nu boodschap en nood aan heeft, op zoek was naar dat antwoord om weer verder te kunnen. Dus kijk eens voor jezelf, vraag voor jezelf eens af van welke energie ga je eigenlijk van nature in? En dat is het misschien zelfs nodig dat je een aantal jaren terugkeert en gaat kijken hoe dat je als kind meer was of als tiener meer was, omdat we dan nog iets minder in die vervormde energie gestapt zijn. Want het is vaak zo dat heel veel vrouwelijke energieën geleerd hebben doorheen de jaren om die vrouwelijke energie te gaan onderdrukken
En vanuit puur mannelijke, maar ook vervormde mannelijke energie actie te gaan ondernemen. En dat is de reden waarom er zoveel vrouwen en mannen ook in burn-out terechtkomen. Dat er zoveel stress is. En dat was ook iets wat ik tegen mijn tweelingvlam gezegd heb. Stress is eigenlijk niet nodig. Wanneer je op je pad loopt en wanneer je afgestemde actie onderneemt, dan is er geen stress nodig. Wanneer je zaken aanpakt vanuit een andere manier en niet alles alleen maar zelf wilt doen of moet doen omdat jij de kennis en know-how hebt. Nee, wanneer je stapt in die vrouwelijke energie van onderwezen. Van, ik deel mijn kennis met jou. Ik toon jou de weg. Ik loop eventjes met jou mee. En van daaruit, wanneer je het vertrouwen hebt en voelt dat je het alleen dan kan, dan laat ik jou weer los. Dat geeft zoveel rust en dat geeft zoveel voldoening en emotionele vervulling. Wanneer je op die manier kan werken en mag gaan werken. Dat is hetgeen dat niet alleen mijn klanten ervaren die met mij samenwerken. Maar mijn tweelingvlam heeft ondertussen ook gemerkt. En stapt inderdaad ook veel meer vanuit zijn beide energieën. Dus eigenlijk vanuit zijn eigen vrouwelijke energie en zijn eigen mannelijke energie. Gaat hij ook meer en meer zijn eigen business gaan vormgeven. Omdat hij ook merkt dat dat moeitelozer gaat. En hem veel meer energie geeft in plaats van dat het hem uitput. Dus, boodschap van vandaag. Schaduwwerk is er. Waarom? Om jouw energie zodanig zuiver te maken, zodanig hoog vibrerend, hoog trillend te maken, zodanig hoog te houden, dat je een magneet wordt voor, en ik zie net 11:22 hier op mijn recorder, dat je echt gewoon een ware magneet wordt voor al je wensen. Want alles is er al. Je bent al één met al je wensen en alles wat je zou willen ervaren. Het enige wat ontbreekt, dat ben jij zelf. Want jij bent nog niet op die frequentie aanwezig waar dat je in staat bent om dat in de 3D, dus in de realiteit, te gaan ervaren. En dat is eigenlijk gewoon manifesteren. Manifesteren is zo eenvoudig. Ik heb het in de cursustraining met de training bedoel ik, manifesteren met elementen, ook geschreven. Er staat ook een formule in. En eens dat je die formule begrijpt en de elementen ervan door hebt, dan is manifesteren piece of cake. Het nadeel natuurlijk, wanneer je magnetischer wordt, is dat je wanneer je dingen zegt, ook heel snel die resultaten ervan ziet. Dus ook de negatieve dingen. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb een computer die sinds 2013... dat ik die gebruik. En dat ging altijd heel perfect, ging goed. Maar de laatste maanden had hij zo af en toe wel wat hiccups, wat obstakels. Nu, hij werkte nog, dus met die obstakels, daar werkte ik wel omheen. Maakte ik video's met mijn gsm bijvoorbeeld, of mijn tablet, of en niet meer met mijn, gsm, met mijn computer, met mijn laptop. En nu was ik daarover bezig tegen mijn tweelingvlam ook, dat ik waarschijnlijk, en tegen mijn boekhoudster ook, en aan het niveau van de belasting en de eindafrekening van dit jaar en zo, dat ik waarschijnlijk in de loop van volgend jaar ga kijken voor een nieuwe laptop. Nu, 3 dagen later had ik een Zoom-sessie met een klant, en ze gaat nu lachen wanneer dat ze dat ziet. Maar dus, wat bleek dus, ik had mijn computer opgestart zoals ik elke morgen doe. En ik keek altijd op de klok van mijn computer. En dat had ik eigenlijk niet door, maar de tijd bleef altijd op 8:45 staan. Tot op een bepaald moment dat zij mijn bericht stuurt via welke link gaan we op de Zoom afspreken. En daarom, ja, ik kreeg net een oproep, dus ben eventjes afgeleid. En dus net daarom merkte ik dat er iets verkeerd aan het lopen was met mijn computer. En ik kon niet inzoomen op, inloggen op de Zoom, hij bleef hangen. De klok was helemaal, meer dan een uur blijven stilstaan al. En ik had het allemaal niet door. Ik dacht van, de tijd gaat traag vandaag. Ik heb al zoveel kunnen doen. Maar dus bleek dat echt wel altijd was voor de Zoom-sessie. Dus je ziet maar, wanneer je energie hoog is en je manifestatiekracht heel magnetisch, dan trek je ook dingen aan die je eigenlijk liever niet wilt aantrekken. Dus dat heb ik dan heel snel getransmuteerd en de intentie gezet dat die computer, mijn laptop, nog meegaat. En dat ik in de loop van volgend jaar dan waarschijnlijk januari of februari ergens ga kijken voor een nieuwe. Dus moraal van het verhaal, be careful what you wish for. En zeker nu met deze magische dagen van 21, van dit weekend de volle maan. En dan 21 december is ook een hoe was het ook weer? Een 11, een getal 11. Dus heeft ook weer een hele speciale betekenis. En dan kerstmis en nieuwjaar natuurlijk. Dus
Het is goed om een co-creator te zijn en om de manifestator van je eigen leven te zijn, maar dan moet je ook wel heel bewust zijn met dat je ermee bezig bent. Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een hele fijne, fantastische dag, een fantastisch weekend. Als er één iets is wat je dit weekend zeker mag doen, dan is dat een visualisatie. Een meditatie, eventjes gewoon stil zijn, eventueel met je bullet journal. En schrijf neer wat dat je wilt. Wat zijn je waarden? Wat zijn de dingen wat je naarmate dat je leven eigenlijk wil vormgeven? En vertrouw dan ook dat die echt op je pad gaan komen. Eerst in de zin van situaties waarin dat je lessen gaat leren, zodanig dat je het schaduwwerk kan doen, zodanig dat je zelf kan uitlenen, je energie kan afstemmen op de energie van je wens. En dat is eigenlijk manifestatie en co-creatie met het universum. Zo, wil je meer leren over manifesteren? Of wil je meer rond schaduwwerk aan de slag gaan? Dan kan je gewoon kijken in de linkjes hieronder. Dat is alles uitgelegd. Dus op welke manier dat we samen kunnen werken. Zo, ik heb er alvast zin in. Ook volgend jaar staan er weer heel wat leuke dingen op het programma. Dus leuk, hè? Zo, geniet nog van jullie weekend. Laat je niet opjagen door al de stress om je heen en de angsten en de chaos. Just be you. Blijf dicht bij jezelf en alles komt in orde. Bye.